Terwijl het Europees jeugdkampioenschap in volle gang is, krijgt een enthousiaste groep gehandicapte handballers in de zaal ernaast een clinic van de bondscoach van het Nederlandse mannenteam. Ik geniet daarvan. Dat is echt geweldig om dat te doen. En waar we ook gevraagd worden, waar in het land altijd, ook met de jongens van de nationale selectie vaak erbij, we doen er altijd aan mee. We vinden het geweldig. Dit is uitermate geschikt. Iedereen kan qua leeftijd meedoen. En ik hoop dat het zich wat doorzet in de rest van Nederland, dat meer clubs dat oppikken om toch zo'n afdeling op te zetten. Nou, ik denk dat elke sport geschikt is voor alle mensen, gehandicapt of niet gehandicapt. Maar handbal brengt gewoon iets. Het is met meerdere mensen speel je, het is snel, je maakt een doelpunt, daarna moet je weer verdedigen, je kan een bal onderscheppen. Ja, en als ik zie hoe vooruit ze zijn gegaan de afgelopen jaren, is dat gewoon heel mooi om te zien. Ze weten waar de 6 meterlijn is, de 9 meterlijn. Je kunt echt het spelletje gaan spelen. Alleen het niveau is zo ontzettend verschillend. Dus hoe breder de groep wordt, des te meer kun je ook niveau bij elkaar neer gaan zetten. En zal het ook veel en veel sneller en veel beter gaan. Maar je kunt echt veel met ze doen. Wat ik heb gemerkt is dat je gewoon echt alles met ze kunt trainen. Dus van loopscholing naar techniek, naar tactiek. Dus dat is niet anders als een normale handballer of handbalster. Wat vind ik leuk aan handbal? De sfeer. Om goed samen over te spelen. Ja, bewegen en met bal bezig zijn. Ik vind gewoon met elkaar communiceren en gewoon de dingen doen samen is leuk. Dus. Hoe lang speel je al handbal? 11 jaar. Dat is best lang. Vind je het leuk? Ik vind het leuk. Al 4 jaar? Ik heb vrienden bij handbal. Ja, ik heb veel vrienden. Hier heb je gewoon leuke mensen. Eén keer in de maand hebben we een toernooi. Leuk hè? Vind je het leuk? En waar speel je? Dit is niet fout, hier. In de fout. Is dat in Amsterdam? Ja, Amsterdam, ja. Amsterdam, ja. Ja. dit is plezier, dit is lol. Maakt niet uit. Nee, je hebt zowel de spelers als de scheidsrechters, zoals ik het beleef, hebben er plezier en lol aan. Ja, ik doe het heel graag. Ik vind dat gehandicapten moeten gaan handballen, omdat het een hele leuke sport is. Het is een snelle sport, maar ook omdat dit soort toernooien zoals vandaag gewoon vaker moet gaan gebeuren. En dus er moeten meer G-handballers komen. Iedereen kan gaan handballen. En ze kunnen daarvoor op de site gaan kijken wie een gehandicapte handbalteam heeft. En ze kunnen overal in Nederland terecht. Wat maakt het voor jou nou zo bijzonder? Dat je deze mensen niet alleen op sportief vlak, maar vooral in de rest van hun leven op een hoger niveau kan tillen. Handbal is daardoor een heel goed middel gebleken. Ik zie nu dat een aantal van mijn spelers in het dagelijks leven veel beter zijn gaan functioneren. En dat is de win-win situatie die je op deze manier met deze mensen kan bereiken. En het belangrijkste is, dat heb ik ook gezegd, de eerste woord wat ik zeg, zorg dat we met elkaar plezier hebben. En dan beginnen ze al te lachen, want dat willen ze graag, plezier. En dat hebben ze met dat balletje.